Zaterdagochtend Lombardije lijkt echt weken geleden. Vrij vroeg wakker, samen met Serge, Pauls, Marumi. We hebben nog koffietje gezet. En ontbijten, ik merkte wel, de jongens vonden het leuk. Ik kreeg zoveel goede reacties van jullie. Ik merkte echt de warmte van mijn ploegmaats, dat ze het fijn vonden dat ze bij mijn laatste wedstrijd waren, gedurende de hele dag eigenlijk. Ik zat er ontspannen in. Ik was van plan om mezelf helemaal leeg te rijden in mijn laatste koers. Dat is ook gelukt. Was een prachtdag als ik erop terugkijk. Ik ging stoppen met wielrennen, met profwielrennen op hoger niveau, op het hoogste niveau. Wist ik dat ik mijn carrière graag zou eindigen in Lombardije. En aangezien ik in 2019 nog niet in Lecky was geweest en daar jaarlijks ben, wilde ik ook hier graag naartoe. En het leek mij echt een super afsluiting van mijn carrière om zeg maar nog met João een wijntje te drinken en hem te bedanken voor al die jaren dat hij me heeft gesteund. En dus hier naartoe te fietsen, samen met wat vrienden eventueel. Het is een beetje uit de hand gelopen. De eerste dag Lombardije, dat is... Wanneer was dat? Zaterdag, hè? Dat voelde echt als 3 weken terug. Dat was schitterend. Van 's ochtends in het hotel, naar de ontspannen Lau die eigenlijk aan het begin van zijn laatste wedstrijd stond. Toen naar de Muro Sormano gereden, wat echt een animal van een klim is. Dat is echt bizar. Wat is dat voor klim? Dan heb ik nog even een mooie Italiaan zeggen. Nou, spingere, spingere. Dus dat is duw me, duw me. Lauwtje, duw me. En Lau kwam aan en hij had echt net een tikje gehad, zullen we maar zeggen. Hij was slecht aan toe. En toen heb ik hem nog even een duw gegeven. Eigenlijk duwde ik hem te hard, want ik duwde hem. Ik weet niet meer wie die in het wiel zat, maar ik duwde volgens mij een ploegmaat van hem. Ik duwde hem zo hard dat hij zei, oh, 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 omdat ik hem bijna het achterwiel van zijn voorganger drukte. Maar goed, noem het enthousiasme. Bovenop kom ik en schreeuwt Hollander, Bauke heeft gewonnen. En toen dacht ik, het is toch niet waar, weet je wel. Dus ik reed de hele afdaling, was best nog wel een stukje rijden. Was nog echt wel 5 kilometer moest ik, misschien nog wel meer. En ik dacht, als het echt zo is, dat is een ongelooflijk sprookje, weet je wel. Als ik kom over de meet, het eerste wat ik aan Tom vraag, heeft Bauke gewoon... Of nee, toen hoorde ik het wel helemaal spelen, toen ik over de meet kwam. En toen wist ik van, ja, dat is binnen. Aan de andere kant. Jezus Christus. Wat wil je? Water is deze, water is deze. Hallo. Voor je dat normaal, hè, Bauke? Ja. Nee, even kijken. Nee, ja,
Maar wel goed dat je finish kan. Hè? Ik denk dat Bouke wel wat wijntjes kan gebruiken vanavond. Dat wordt een goed feestje. Het was al een feestje, maar het wordt echt een feestje. Ja, dat kan je niet bedenken, weet je. We hadden mezelf, denk ik, anderhalf week eerder benaderd van... Hey, Lau, doe je Lombardije nog en blijf je in coma hangen? Want ik blijf ook in coma hangen. Nou ja, hij wist natuurlijk niet wat ik van plan was met Sam en Stefan en met Dennis en met jou te eten. Maar ik zeg, joh, je bent van harte welkom. En nou ja, hij is uiteindelijk ook nog daarna weer gekomen. Het was een supergezellig etentje. Bouke! Bouw! Oké, ik hou wel een plekje vrij voor je tafel. Ja, man, trap, hè? Mooi, man. Hey, ga finish, zag ik, hè? Ja, goed gedaan, joh. Ja, joh, ik dacht, oh, je zat je daar nog bij zitten. Dacht ik, zit goed. Mooi, man. Zou, weet je de grappen van, hij betaalt. Die waren niet voor de poes. En toen won die. En ik stond in de file. Dus ik heb het niet meegemaakt, terwijl ik een fucking coma was. En die gast won. En... een uur later stond hij bij ons in het hotel en zei hij, oké, nou, laten we gaan eten, gezellig. Magische avond. Dat was echt een magische avond. Gewoon in een heel simpel osteriaatje, in Como, lekker gegeten, lekker gedronken. En het was iedereen, je voelde aan alles dat het gewoon helemaal picobello in orde was. Dat was echt een goede avond. De gedachte achter de reis was de transitie, daarom hebben we hem ook transit genoemd. Het is de transitie van een prof wielrenner op de weg naar een prof avontuur met alles wat daarbij komt kijken. Hier is Sammy. Ja, joh. Dit is ook voor jou, gast. Oh, dus er blijft misschien wel iets over. Natuurlijk, jongen. Daar blijft zeker wat over. Ik denk, ik heb het gevonden. Hoe vet houdt dat dan? Ik denk, ik vind een carrosseriewinkel. 8 uur 's ochtends open, ik stond er al. Over 5 minuten kom ik terug met mijn schijf eraf. En zie je? Geopend. Natuurlijk van maandag tot zaterdag. Het is zondag. Ik zei, kut. Had jij sleutel bij je? Ik ga nog even die kamer in. Even kakken. Ja, heb je al betaald, Bolt? Oh, ja, we kunnen nog gaan, want ze is ons wel een beetje zat. Heb ik gezien. Ja, ze is helemaal zat, joh. De fietsenwinkel zal wel open zijn. Op zondag? Ja, zelfs schilderfietsen niet open op zondag. Nee, dan kan die gewoon eraf drijven. Aero-mode aan. Woe! Bono. Andiamo! Het is echt wel een dikke fiets trouwens. Ja, het is echt een mooi ding, hè? Ja, maar... Hallo! Oké, kom, we gaan. En morgen wil ik met zonsopgang fietsen. Hé, hey, jongens! Aero-mode? Ja. Die Spiritus Santos, ijsjes door ijsjes. We gaan! Dat we niet over te trappen. Voor mij maar 200 runden gaan. Oké, 300 op een dag, makkelijk. Hey, die Dennis kan echt ploegleider worden. Zeg, flik het moes eruit. Ik ben Dennis Bruin en mijn rol was... eigenlijk een horselaar van het hele gebied, van het hele gebeuren. Een horselaar regelt alles. De fietsen voor elkaar, de spullen voor elkaar, het eten voor elkaar. De mooie verhalen aan elkaar koppelen van de mannen onderling. Gesprekspartner, noem maar op, alles. Kom op, Spielberg. Kom op, Steven. Nog één! Hoe is hij plastic?
door, joh. Rij zo recht op Moes. Zachte landen. Hé, Steven. Avanti, Popfuli. Het is... Spaniero Rossa. Het is al na 12 en over 180 kilometer. Geen klassieker. Oh, hier gewoon de voet af. Toch wel lekker die 40ers. Nee, dat is de eerste vraag die ik krijg. Waarom in 2 dagen? Waarom niet lekker chill? Waarom ga je zo hard? Waarom ga je zo ver? Ja, ik heb live slow, ride fast noem ik het wel. Maar ik heb toch best wel een druk bezet leven. En ik wil heel veel dingen. Dus ik wilde naar João, ik wilde naar Lekkie. Maar morgen wordt mijn jongste zoontje 5. En in het eerste jaar, eerste week van mijn nieuwe leven, egoïstisch te gaan kiezen voor papa is lekker met zijn vrienden aan het fietsen, want die had zin in een fietsvakantie en die is niet op jouw verjaardag. Dat vond ik niet het juiste signaal naar mijn familie en naar mijn kinderen. Dus papa is gestopt met fietsen en papa zorgt dat hij op je verjaardag is, weet je wel. Het is maar 170 kilometer nog, Stefan. Oké. Okay. Thanks, lul. Ja, daar ga ik vanaf nu mijn rolletjes uit moeten halen. Rustig. Wat doet hij, joh? Hij voelt die shit niet, hè? Hoezo doet hij dit? Laurens is natuurlijk een meisje aan het plannen, dat weet je wel. Dus die is nu al bezig met wat hij over een half jaar wil doen. En hij is, onder het fietsen was hij ook om die sidestep naar meteen te nemen. Die gozer is continu bezig met wat hij de volgende dag moet doen. Volgens mij komt hier onze lunchstop aan. We moeten toch even boeken, waar we gaan. Waar we even slapen vannacht. Onze villa. En meteen even in mijn whereabouts zetten. Ah, oh, kut, mijn whereabouts. Dikke drempel, Moes, dus, drempel! Moet je je voorstellen, je fietst over de Po-vlakte bijvoorbeeld. En dan ben je aan het malen. En die gozer rijdt natuurlijk wel wat harder dan de gemiddelde amateur dude zoals ik ben. Dus ik zat in het moment continu achter hem in zijn wiel. Soms ernaast, maar over het algemeen erin. Met mezelf bezig te zijn. Ik krijg gewoon een pizza margherita en morgen weer door. Gewoon net zoals een echte amateur. Dan is het vrij irritant als hij gaat praten over... Oké, okay, Steef! Ja, ja. Steef, hoe... Wat zullen we hoe laat gaan we morgen opstaan? Ik zeg, gast, ik ben helemaal niet bezig met hoe laat ik morgen moet opstaan. Ik ben bezig met nu. Niks letten op voedingswaarde. Nee, nee. Precies. Lekker Moes. Kan je dat erin editen, alsjeblieft? Moes zei, je bent een echt amateur. Wat feitelijk klopt. Ja, maar... Want dan moeten we eerst ontbijten en dan doen we de podcast. Hoe laten we de podcast doen? Ja, weet je, en als je hard aan het fietsen bent, dan heb je helemaal niet tegenwoordigheid van geest om... Geef me dan een hoofdrekensom van echt het laagste niveau en ik kan hem gewoon niet maken, omdat je zo aan het geven bent. En dat is wel een dingetje bij die gozer, hoor. Dus dat is wel een dingetje, zullen we zeggen, ja. Hij Moes, die lauw. Die zit gewoon de hele fucking dag voor eten te praten. Echt. Sowieso, wat lult die gast veel op de fiets. Vind ik wel mooi. Maar het gaat ook alleen maar over eten. Over wanneer het restaurantje open gaat, wanneer het restaurantje sluit. Of het vis of vlees is, of het pizza of panini is. En we waren op pad, weet je, eindelijk aan het avonturieren. Na 100 kilometer denk ik dat we gingen lunchen. En ook mooi momentje daar de bed en breakfast voor 's avonds boeken. Dat we wisten hoe ver we nou uiteindelijk echt moesten, weet je. En ja, dan zie je weer hoe flexibel je eigenlijk bent als je prof af bent. Van tevoren wil je alles heel goed plannen. En nu kan je gewoon 's middags boeken, 's avonds slapen. Met die whereabouts heb ik ook iets minder stress dan, zeg maar. Een grote rondrenner is bezig vandaag met wat hij morgen gaat doen. Dat is in de afgelopen 15 jaar zo ingesleten dat hij dat nu nog steeds heeft. Dat was het verhaal wat ik net vertelde, of dat hij alweer... Hij stapt van de fiets en hij is alweer met morgen bezig, in plaats van dat hij even in het moment leeft. Gisteren uitgebreide discussie over in het moment leven gehad. Ik denk dat hij in die zin nog niet die transitie heeft doorgemaakt. Want hij was continu ook bezig met morgen, of over een uur.
Op een andere manier wel, want hij heeft genoten. En ik heb genoten. En Sam heeft genoten. Je ook een beetje de area, het is zo mooi hè. Met die mist en zo. Heel vet. Kom, blijf op mijn wiel, pak mijn wiel. Dan zou het tof zijn als we alle twee, als we samen boven komen. Ja, ja maar dat kan hij niet, want hij gaat versnellen. Hij gaat niet samen, hij komt nooit boven. Hij is je gewoon mentaal aan het breken. Hij is je gewoon kapot aan het breken. Alle negen boys. Ja, 8:30 zijn we er. Ik zit hier trouwens al een uur met mijn helm op, hè? Ik ben klaar om te gaan. Lampje aan, heb je een lampje al op je fiets? Ja, ik ben ook klaar. Je hebt allemaal andere kleren aan, joh. Wat heb jij? Top weer, hoor. Even gebruik maken van die auto of zo. Zo. Verdette. Wat berg op, jongen. Ik was de race al uit, hoor. Wat berg op. De uur is het niet, maar het is gewoon berg op. Gewoon op. Gelukkig heb ik... Een blokje van oma Brownie. Ik wacht op jouw pizza. Als wij aankomen, douchen en zo, dan heb jij pizza's? Ik heb geen zin in alcohol, zegt hij. Dat moet, hè. Moesjes. Dead man walking. Dat 31 kilometer normaal, Bolt, oh, ja. Zegt hij. Dat is wel een voordeel met de 10. 10 extra, je krijgt 10 kilo. Jezus, hé, maar dan moeten we morgen nog... Ja. Ik heb nog wat van Lushie bijpakken. Zag je hoe ik reageerde? Goed, hey. Ga mij even niet gek maken. Hij maakt je kapot, hè? Ik maak je kapot. Ciao, arrivederci. Trek, weet je wel. Nou, morgen nog een keer, jongen. Oh. Opstaan. Ik doe maar kort. Hey, mag ik even een melding maken dat ik hem gisteren mental had en dat ik nu bevestiging krijg dat ik mijn mental game gisterochtend goed gespeeld heb, omdat hij me niet terug gaat pakken. Ja. Gisterochtend om... Ik heb honger, hoor. Ik moet zo'n cliffbar hebben. Om 6:30 trok ik op peanut butter. Trok ik hem uit zijn remslaap. Ik kan alleen maar aan eten, denk ik. Kom, gaan eten. Dat klopt. Semi-autistische wielerwereldje, daar is hij nu feitelijk uit. En nu gaat hij gewoon... Volledig autistisch. Stapt hij. Stapt nu gaat hij
Nu gaat hij volledig normaal. Nu gaat hij vol artistiek. Daar zitten allemaal van die hele normale gasten in die race. Hij voelt zich wel thuis tussen al die boys en girls die al hun problemen wegfietsen. Echt gewoon ontkennen, leven lang. Dat moet door de straat. Alles fucked up is. Je is ultracyclist. Ultracyclist. We zijn allemaal gek. En nog een dopje al, een leuke weer. Oh, Tessa, je weet niet wat je mee gaat maken als die man terug thuis is. Ja, ik moet maar hij had weer honger vannacht, dan weet je het wel, hè? Ja. Hij dacht, ik moet wel wat overlaten, dat kan ik niet maken. Ik ben een man over, zag je het? Ja, wel, Lau, je gaat even zitten, we moeten even gaan. We vinden het gedrag wat je tentoonspreidt, vinden we niet tolereerbaar. We willen bij deze zeggen, tot hier en niet verder. Ja, maar ja, jongens, ik ga weg. Nee, Lau, je blijft zitten. We hebben een carabinier hier bij de deur gezet. Lau, wat je nu doet, kan gewoon niet meer. Stop. Ah, jongens, jullie overdrijven. Nee, Lau, je gaat nu even zitten. Hij komt er zelf af, straks gewoon zo rond. Het ging hier niet om een bepaald training, als ik voor mezelf spreek, op een bepaald trainingsdoel. Alhoewel, het was wel op dit moment, ook in mijn herstel, eigenlijk wel heel goed om op gematigd tempo lekker wat uurtjes te fietsen, zeg maar. Ja, en het live slow, zeg maar, van Lau, om dat maar daarin te verwerken, dat komt wel iets meer tot uiting hier dan dat het tot uiting is gekomen tot nu toe in de trainingskampen die ik heb gedaan. Dus het was wel super gaaf. Ik heb echt het gevoel dat ik leef. Als ik zo'n tocht doe, dan beleef ik indrukken die waar sommige mensen misschien wel een jaar over doen om aan dat adrenalinepeil te komen, zeg maar, voor al die indrukken. En het is ook wel goed om daar volgende week even weer bij stil te gaan staan en even rustig terug te kijken. Maar het gevoel van leven en wat je allemaal ziet en al die landschappen en de Cinque Terre en de herinneringen ophalen aan de rit in de Giro die ik gereden heb. Lorenzo Tendami. En door. Ik zat net. Ah, je bek toch even. Wil je allemaal kaas? Wil je allemaal kaas, Stefan? Dus voor je gebeld of je je bek wil halen? Nog 110 of zo. Ja, 110, ja. Het zou wel lekker zijn als die auto een beetje voorgedraaid is. We vertrokken om 5 uur uit Lucca, s'avonds. En dan was het nog 115 kilometer. Wil je nog een bidon hebben? Ja, later. Even kopen. Good luck. Oh, Sam. Yeah. If you decide, if you need anything, yeah. 115 km. Oh. Okay. Het is op vlakke weg al 4 uur in het donker. Dit gaat lang duren en toen kwamen we, Lucca, dat is nog best wel een drukke stad. En om 7 uur, dan moesten de lampen op de fiets. En toen kwamen we door het donker, eigenlijk door het terugkomende verkeer te rijden van mensen die naar hun werk waren geweest. En in Italië zijn sowieso geen fietsers gewend op de weg en dan helemaal niet 's nachts. Die kamer spreekt op night modus. Huh? Dat betekent dat de zon ondergaat. Dus ik voelde me een beetje verantwoordelijk voor Stefan. Want ik dacht van ja, ik vond het toch een beetje link. En ik dacht, het is mijn idee en ik wil niet op mijn geweten hebben dat hier wordt aangereden. En, nu doe even een snickertje. Ja. En een. Dat snickertje van onderweg had ik al bij me. Boom. Maar wil je een. Ik begin wel. Voel je je lekker als ik een zwijn even een jagertje meegeef? Voor jagertje? Zo. Ja. En dan wil je. Gaat ze dan weg? Weg wel. Fucking hell, gaat. Dus moet je hem bij hebben? Dennis? Ja. Ik heb maar één doel op die rust aan. Rusten.
Bye. De tweede dag kwam ik er eigenlijk de laatste 3 uur doorheen. Als je lekker in je vel zit en lekker aan het draaien bent, dan ben je ook mentaal, heb je meer tegenwoordigheid van geest. Dus ik had ook de tegenwoordigheid van geest om ervan te genieten. Hey, kalm hè? Hey, gasten. Met allemaal mooie wijngaarden en zo. Prachtig straks. Straks. Alleen je ziet er geen kloten van. De eerste klim was toch een loper? Dit wordt wel ellende hoor. Die voldoening dat we het toch gehaald hadden was heel goed, heel groot. Ja. Het verhaal uit Bram Tankings boek zal ik nooit vergeten, dat zijn vader weigerde hem op te halen na 1200 kilometer uit Zuid-Frankrijk tot de Haaksberg. En de laatste 50 trokken ze niet meer, maar hij weigerde. Nou, gisteren hadden we een soort gelijk ding dat Joao die stond ons op te wachten, maar we mochten zijn auto niet in. We moesten het afmaken, de reis van hem. En Lau zegt, kom, dan kunnen we mooi in de auto springen, want we zijn nu toch zo naar de kloten. Dan doen we die laatste 25 kilometer vanuit de auto. Dankjewel. Sam. Sam, the motherfucker. Sam, are you in the car? Yeah, you should have. Oh my god. About 25 kilometers from here. Gonna get in the car, no? Huh? No, fuck no, you're not getting in the car. You can ride right behind the car if you want. Where are your balls? You don't want to go in the car. Okay, you're right. Let's go. You're still my athlete. Until the end of the year. En achteraf ben ik hem dankbaar dat we het hebben gedaan, want ik was op dat moment echt klaar om in die auto te stappen bij Joao. I know these winding roads will lead me home to you. I'll go home. I know. Hij koos hem gewoon terug. Ja, wat die gast kan, hè, die Bottini. Niet normaal, baas. Hij gewoon zijn kop een beetje goed heeft staan. Maar zie je, het zit gewoon tussen zijn oren, jongen. Het zit allemaal tussen zijn oren. En dat ik de laatste 2 uurtjes was mijn hoogtepunt. Omdat ik toen het waren, zat ik in de zone, zeg maar. Dat was zo lekker. Oh. Ja, de fles champagne ging open. Er stonden, nou wat zullen het zijn, 25 mensen stonden ons op te wachten en te klappen in een klein Toscaans dorpspleintje. En op het moment dat je dat niet verwacht, ik verwachtte het niet, Lau verwachtte het niet, en het is daar ineens, dan is dat wel echt een... Dat was een dingetje hoor. Dit was even een dingetje. Ja, dan gaan we misschien heel filosofisch, maar de laatste jaar, anderhalf, 2 jaar in mijn vriendengroep, zijn er toch wel een aantal jongens best wel ziek geworden op jonge leeftijd. Ja, dat drukt me toch wel weer met de neus op de feiten van leven in het hier en het nu en haal het maximale eruit. Dat hebben we de afgelopen dagen zeker gedaan. En haar op mijn hoofd die daaraan twijfelt. Dus wat dat betreft is de trip al helemaal geslaagd.